Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik een ochtendroutine filmen hoe mijn ochtenden zijn als de kinderen naar school moeten en als ik eigenlijk niet echt naar mijn werk hoef of wat dan ook. Dat is een beetje de ochtend die ik wel filmen. En toen 's ochtends de wekker ging om 6:30, hoorde ik gelijk mijn dochter roepen. Die had blijkbaar een ongelukje in de bed gehad. Dus mijn ochtendroutine is gelijk al anders als dat die normaal gesproken zou zijn. Maar toch dacht ik van, ik ga het gewoon filmen. Het lijkt me leuk om in ieder geval te laten zien hoe het er ongeveer aan toe gaat op een ochtend als twee kinderen naar school moeten. Omdat Brooke een ongeluk heeft gehad, mocht ze kiezen of dat ze in bad of even onder de douche ging. Het kind is echt een badmens, dus die wilde graag even in bad. En dat gaf mij even de tijd om in ieder geval de bed af te halen en deze in de was te doen. En eventjes de boel op orde te maken voor haar, dat ze s'avonds weer lekker in het bedje kon. Vervolgens kwam ik toe aan wat ik eigenlijk altijd doe zodra mijn wekker gaat, namelijk mijn kleding uitzoeken. Vaak ga ik dan naar de badkamer beneden, maar nu heb ik het even aangetrokken in de slaapkamer, zodat ik dan daarna in ieder geval weer terugkom om Brooke aan te kleden en gereed te maken voor de dag. Ik heb hier een poging gedaan om haar haar te kammen, maar ik mocht alleen de poppenborstel gebruiken. En we zijn hier aan het overleggen of ze wel of niet een staartje in wil doen vandaag. Ze zegt dat moet ik echt een clipje in. Dus ik laat maar zien van nou, volschap, dat kan zo. Maar zoals je ziet aan de blik was mevrouw het daar echt niet mee eens. Echt look at those mean eyes. Dus ja, ik heb wel een poging gedaan om het clipje erin te doen. Ergens gedurende de ochtend is ze die dus kwijt. Ze doet zelf ook nog even de haren kammen. Dus ja, kijk, hier gaat het clipje. Again, is het niet mee eens. Nee, absoluut niet. Dus ik had hier dan al kunnen merken dat ze hem ergens in de loop van de ochtend eruit zou trekken. Vervolgens gaan we naar beneden en terwijl Brooke op de gemakje de trap afloopt, ga ik even mijn gordijnen omhoog doen en mijn bed alvast glad leggen met alle kussens die we erbij hebben. En zodra we beneden zijn, moeten we natuurlijk even Boris gedag zeggen. Echt super enthousiast is die hond altijd. Dus eventjes wat aandacht geven voordat we verder kunnen. Op dit moment heeft mijn vriend al hem uitgelaten en hem zijn eerste voeding gegeven. En dan doe ik even de gordijnen open, terwijl hij gewoon lekker een kopje koffie kan drinken en zichzelf klaar kan maken voor zijn werk. Nou, zodra ik de gordijnen open heb gedaan, doe ik in ieder geval mijn gezicht weer schoonmaken. En daarna insmeren met wat dagcreme. Dat laat ik dan intrekken en dan later gedurende de ochtend doe ik er dan make-up op. Maar dan kan in ieder geval eventjes de dagcreme met de zonnebescherming eventjes intrekken. Ik probeer altijd ze zo snel mogelijk eten te geven, want dan hebben ze langer de tijd om het eten op te eten. Ze zijn 's ochtends net als hun moeder niet heel snel. Je ziet dat Brooke bedacht had dat ze er in ieder geval hagelslag bij wilde hebben. Ze moeten voor mij altijd eerst iets van kaas of worst eten of zo. En hier gaat het clipje eruit. Dat was dus het moment dat ik even heb gemist in de routine zelf. Op het moment zelf had ik niet door dat ze dan het clipje uit had. En ik was hem ook echt aan het zoeken van waar is dat clipje nou. Naast dat ik natuurlijk boterham maak, geef ik haar ook wat te drinken. Normaal gesproken krijgt ze melk, maar de melk was die ochtend op. Dus ook dit is weer iets anders dan anders. Dit is gewoon siroopje. En nu Brooke aan het ontbijt zit, is het tijd om de schooltrommeltjes te vullen. Meestal doe ik dat gelijk nadat ik zelf ben aangekleed. Maar omdat Brooke nu zo vroeg wakker is, zit ze eigenlijk al beneden aan de boterham. Ik vul altijd de fruitrommeltjes, de ene helft met fruit en de andere helft met iets van kaas of een worstje of tomaatjes of wat nootjes of nou ja, in dit geval ook een dadel reeds erbij. Voor de broodtrommel krijgen ze altijd 3 boterhammen mee. 1 boterham met worst, 1 boterham met kaas en 1 boterham met hagelslag. Nu was de kaas op, dus kregen ze een boterham met jam daarvoor. En ik probeer er altijd vaak nog bij te kijken wat ik nog meer in de kast heb liggen. Dat ze ook nog iets van fruit daarbij krijgen. Zo
Precies doe ik er dan nog zo'n onvariet fruithapje bij. Ik vind het belangrijk dat ze ook bij die maaltijd wat fruit krijgen. Maar vaak past dat niet meer zo lekker in de broodtrommel. En is zo'n zakje heel erg handig. Dan hebben ze gelijk wat extra vocht. Kinderen krijgen natuurlijk ook drinken mee naar school. Vaak is dat gewoon een pakje of inderdaad net als een beker met wat sap of siroop of zo. En daarnaast krijgen ze ook altijd een bidon met water mee. Ze hebben op school het thema Sam de Waterman gehad. Daardoor hebben ze bidons met hun naam erop. Dat vinden ze helemaal geweldig. Dus die krijgen ze mee. Ondertussen zet ik mijn koffie, zodat mijn koffie alvast kan doorlopen en dat die ook wel koud is. Want zoals jullie weten maak ik een ijskoffie-proteïne-shake iedere ochtend en dat is mijn ontbijtje. Dus ik zet alvast de koffie aan voordat ik de oudste uit bed ga trommelen, dat die ook wel eens weg mag worden. Mijn doel is altijd om die kinderen om 7:30 uit op beneden te hebben. Dus om 7:50 ga ik vaak naar boven om te kijken of ik ze een beetje kan motiveren. Zoals je ziet ligt mijn zoon echt nog helemaal voor pampers. Die moet echt nog wakker gemaakt worden. Dus ik heb alvast de visjes aangezet en die kregen wat te eten. En toen ben ik dus heel erg over zo'n ruggetje gaan wrijven. En goedemorgen schatje, word je wakker, verhaaltje. En uiteindelijk kreeg ik een dikke knuffel en een kus. En was hij bereid om aan te kleden. Hij had het koud, dus ik dacht, doen we het lekker zo. Dit is gewoon puur omdat Brooke eigenlijk al klaar was. Anders dan moet ik het wel een beetje wat meer zelfstandig doen. Omdat ik dan ook met haar bezig ben. Maar soms is het natuurlijk wel fijn als hij wat extra aandacht krijgt. Hij is ook nog maar 5. Dus. Hij moet wel altijd zelf zijn bedje opvouwen. Dat moet Brooke eigenlijk ook. Nu was het natuurlijk een ongeluk, dus moest hij helemaal afgehaald worden. Helemaal goed gedaan vindt. Dus ik trek het dan nog wel vaak even glad en dan kunnen we naar beneden. Daar hebben we Boris. Die is natuurlijk super enthousiast. De kinderen mogen van mij televisie kijken, 's ochtends bij het ontbijt. Ik zit er vaak natuurlijk wel gewoon naast. Maar als ik nog even een boterham aan het maken ben en drinken en dat soort dingetjes. Dan is het een soort van achtergrondgeluid. Kunnen we het ook over hebben. Vaak staat het nieuws gewoon op. Of is het een of ander programma niet per se iets wat ze als tekenfilm of dat soort dingen willen zien. Maar ik vind het ook zelf altijd fijn. Overdag staat hier ook altijd de radio aan. Maar het valt nu wel op dat ze echt naar de scherm aan het kijken zijn in plaats van aan het eten zijn. Blijkbaar was het heel interessant. Ik kan je niet meer vertellen wat er op televisie was. Nou, dan is mijn ijskoffie klaar en dan gaan we aan tafel zitten. iPadjes gaan weg. We hebben het over het eten, over wat de dag gaat brengen. Ik kijk ook vaak in de agenda wat we nog moeten doen. Of er een zwemles is, of als we tijd hebben om te spelen met een kindje. Er zijn voor mij ook herinneringen om te kijken of het bijvoorbeeld meeneemdag is op school. Of als ze speelgoed mogen meenemen. Of een bepaald thema is wat gemeld is van tevoren. En we hebben het dan ook over wat we zien op televisie. En uiteindelijk is er altijd één kindje heel snel klaar. En kan er gespeeld worden met Boris of met speelgoed of wat dan ook. Brooke is echt helemaal weg van spelen met Boris. Dat zie je ook wel. Ze vindt het echt superleuk. Ook nog wel een klein beetje spannend. Maar ze vindt het wel heel leuk. Als de kinderen een beetje goed op weg zijn met hun ontbijt. Of ze zijn zelfs al klaar. Dan gooi ik er nog snel even wat make-up op. Dat is altijd een struggle. Want ik moet Boris uit de badkamer houden. En Brooke die wil dan vaak nog make-uppen. En dan wil er nog iemand zijn haar doen. Dan moet er nog iemand een extra boterham. Dan moet er iemand wat drinken. Dus ik probeer het altijd een beetje snel te doen. Wil je dat zien? Ik heb een make-up tutorial, of hoe zeg je dat? Een snelle mama make-up look al een keer gedaan. Dus dan kan je die terugkijken over hoe ik dat precies doe met mijn make-up. Want het is niet heel veel bijzonders. Omdat ik mezelf nu boven heb aangekleed zonder deodorant nog beneden. Dat doe ik ook nog even op. En dan ben ik soort van klaar. Dan neem ik de spullen mee naar de eettafel. En toen kwamen we achter dat Logan een gaatje in zijn shirt had. Dus hij moest straks nog even een ander shirt aan. Gelukkig heeft hij meerdere witte t-shirtjes. Kind heeft echt ontzettende krullen, die doet de krulmoes in en gel. Ondertussen ben ik er ook al achter dat wax ook heel goed is voor hem. Het is maar net wat verweerd buiten is. Brooke houdt er ook ontzettend van om de haar te doen. Dus die wou nu ook moes, wat betekent dat we haar opnieuw moesten doen. En toen kwam ik er dus achter dat het clipje weg was. Dat was ik aan het zoeken en dat kon ik dus niet meer vinden. Dus nou, dan doen we haar ook nog een keertje kammen. Ze vindt het zo leuk om de haar te kammen. En dan gaan de kindjes hun bordjes opruimen. Dan vul ik hun tasjes. Ik weet niet waarom ze het nu niet in de vaatwasser gezet hebben. Maar blijkbaar omdat ze dachten van, goh, als ze het gewoon laten staan, mama heeft toch te druk, dus doet mama wel. Meestal doen ze het zelf in de vaatwasser zetten en ruim ik ondertussen de rest nog zoveel mogelijk op. Dat we gewoon lekker naar school toe kunnen zonder dat er nog heel veel dingen op aarde blijven staan. Dan krijgen de kindjes hun schoenen aan, hun jas aan en dan gaan we nog heel even naar buiten met Boris. Het is niet heel ver, zomaar net eventjes het laantje op en af, dat hij eventjes een plasje kan doen voordat we weggaan. Vervolgens klimmen de kinderen alvast in de auto, terwijl ik Boris in zijn bench doe. Kleine momtip is ook echt wel, heb natte doekjes in de auto. Ik kom er altijd achter als ze in de auto zitten, dat die kinderen nog ergens een beetje chocopasta hebben zitten of jam of wat dan ook. Op weg naar school mogen ze zelf kiezen wat voor muziek en ze mogen om zijn beurt een liedje kiezen. Er zit meer in een liedje dan je denkt.
Als de kindjes op school zijn, is het tijd voor de muziek voor mij. En ga ik op weg naar dit geval naar de fysiotherapeut waar ik afspraak had staan. En dat probeer ik een beetje op de donderdagen en de vrijdagen. Als ik niet hoef te werken, dan probeer ik dan mijn afspraken zoals fysiotherapie, tandarts, kapper, dat soort afspraken in te plannen. En als ik weer thuis ben, is het natuurlijk het allereerste wat ik moet doen. Boris vrijlaten. En daar is hij altijd heel erg blij mee dat hij weer naar buiten mag. En dan doen we even lekker een rondje met hem wandelen. En als de kinderen niet bij zijn, kan hij ook loslopen. Want dan heeft hij wat minder afleiding en luistert hij ook wat beter. Dus dan kan hij even lekker op zijn eigen tempo een beetje rondkeutelen. En dan is het tijd om voor mij achter de computer te kruipen. Ik heb een eigen bedrijf. Ik coach mensen om ook gezonder te leven en hoe ze dat kunnen aanpakken. Dus daar probeer ik dan zoveel mogelijk werk voor te doen op de dagen dat de kinderen naar school zijn en ik thuis ben. Soms natuurlijk ook gewoon 's avonds als ze op bed liggen of gewoon als ze lekker aan het spelen zijn, probeer ik wat werk te doen. Maar de dagen dat ze weg zijn, krijg ik het meeste werk gezet. Dus dan al het planbare werk plan ik op de donderdag en de vrijdag in. Ik doe natuurlijk ook als zzp'er als verpleegkundige werken. Dus dan heb ik nog administratie die dan geregeld moet worden. En ik doe natuurlijk ook heel graag YouTube-video's maken. Dus dan moet dat ook af en toe geëdit worden. Anders kan je het ook niet uploaden. Dus dat is een beetje hoe mijn ochtenden dan verder verlopen. Ik ben veel op computer bezig. Boris is vaak uitgeteld van het rondje wandelen. Dus dan kan ik in alle rust lekker achter mijn laptopje dingetjes doen. Ik heb een timer staan dat ik rond een uur of 11:30 de laptop weer dicht doe. Want dan kan ik nog eventjes een klein beetje in het huishouden doen. In dit geval moest ik natuurlijk het beddengoed van Brooke even uithangen. En 's middags had Logan zwemles, dus moest ik even zijn zwemtas weer in orde maken. Omdat hij nu afstemt voor zijn C, was zijn zwemkleding nog maar net droog. Dat hing eigenlijk nog te drogen. En daarnaast tijd om de tafel te dekken. Want om 12:15 komt mijn vriend thuis lunchen voordat hij weer verder moet naar zijn werk. Dan is mijn ochtend alweer voorbij. Ik hoop dat jullie dit soort video's leuk vinden. Geef een duimpje omhoog als dat zo was. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende. Doeg!